Tip 1. Leg je telefoon even weg en zet hem op stil. Tip 2. Eet goed, dat is goed voor je concentratie. Tip 3. Je hebt nu alle tijd om je kunstjes die je nog niet kan te oefenen. Maar je kan ook die ene TikTok-dansje die je nog niet kan oefenen. Tip 4. Neem regelmatig pauzes en kom ook even buiten. Maar denk wel aan die 1,5 meter afstand, hè? Tip 5. Wees ook een beetje lief voor je ouders en je broertjes en zusjes. Dat moest ik van mijn ouders zeggen.